Hi Maag, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 38. En dat is van maandag 14 september tot en met zondag 20 september. Dus dan een kaart schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt week 38 maagd alsof er weer even een nieuw begin kan begonnen worden. Het lijkt alsof je een beetje een wat lastig stuk hebt gehad. Wat je misschien ook wel moeilijk hebt gevonden om het los te laten. Of moeilijk hebt gevonden om het uit te spreken. Maar je krijgt een nieuwe kans. Ik heb het idee dat je heel goed weet welke kant je nu wel op wilt. En waar je aan mag gaan werken. Of waar je je energie in wil stoppen en waar niet. He, dus je hebt echt een bepaalde keuze gemaakt om opnieuw te beginnen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er weer heel veel energie komt, dat er weer heel veel aandacht komt. En dat is gewoon een stuk wat heel erg prettig voelt. Je bent ook heel erg in beweging. Je doet echt heel erg je best ervoor. En aan de ene kant vind je het jammer dat het anders is dan dat het is geweest. Maar het geeft zoveel plezier dat je eigenlijk dat stukje wat is geweest al heel snel op de achtergrond kan gaan zien. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en wat je sowieso een super fijne week.